Aalst heeft een stedenband met het Zuid-Afrikaanse Woester en deze week is er een delegatie op bezoek. Vandaag staat economie op het programma en niemand minder dan topman van VOCA, Geert Moerman, komt op bezoek. Meneer Moerman, voor het eerst op bezoek bij de dienst economie hier in Aalst. Wat brengt u tot hier? Wel, Aalst heeft een mooi initiatief genomen met de stedenband met Woester, een stad uit Zuid-Afrika. En wij vinden dat een fantastisch goed idee. Welkom Nick Wulschleger uit Zuid-Afrika. Hoe gaan Aalst en Woester samenwerken op economisch vlak? Op economisch vlak, ons sluit het 5 jaar overeenkomst, 2014 tot 2019. En ons focus op verschillende thema's. Die ene is jeugdontwikkeling. Die andere is die ontwikkeling van ons stadse middendorp. Soos julle het twinkelt, als twinkelt. Daai soort goed hou die mense en die inkopers betrokken bij die stad. En dan het ons ook, wil ons graag bij julle leer oor die industriële gebieden en de opgradering van faciliteiten. U speelt saxofoon, houdt van fietsen en Bruce Springsteen, maar wat met Zuid-Afrika? Mijn dagen in Zuid-Afrika, wat ik mij herinner, is dat je voelt dat het land nog naar oplossingen zoekt, maar in elk geval dat het in de goede richting gaat. En zo'n stedenband kan daar dan misschien bij helpen? Kan daar zeker bij helpen. Ik denk dat Woester van Aalst veel zal kunnen leren. Uiteindelijk zal Aalst misschien al vele oplossingen op bepaalde domeinen hebben. Dus het zal misschien ook zorgen dat men in Aalst een aantal zaken ook zal kunnen relativeren.